Vandaag bracht SBM naar buiten dat ze een schip hebben verkocht voor 180 miljoen dollar. Dat is een meevaller. De schattingen die ik heb gezien lagen tussen de 100 en 120 miljoen. En dan, dat levert dan toch weer een paar dubbeltjes extra per aandeel op. Nou, dat is een mooie meevaller, want de tijden zijn niet zo makkelijk voor SBM geweest. De cijfers van SBM zullen spannend worden. Het gaat vooral weer om het orderboek. Daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Je ziet dat de marktomstandigheden duidelijk verbeterd zijn. Ze hebben de afgelopen tijd bewezen dat het orderboek harder is gestegen dan menigeen had verwacht. Dat was een flinke opsteker. En de concurrentie dat is echt geminimaliseerd tot een paar grote partijen. En de kleine partijen kunnen financieel niet meer meekomen. Dus dat is een duidelijke plus. Dus als er een order komt, dan kunnen zij daar zeker hun deel van pakken. Voor de rest gaat iedereen natuurlijk kijken naar de omkoopaffaire. Er zijn een aantal analisten die hopen dat er dan over wat gezegd wordt. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want het is niet in hun handen. Het zijn de andere partijen die bepalen wanneer die zaak naar buiten komt. Het is wel natuurlijk tekenend dat een directeur van de week ontslagen is vanwege het feit dat waarschijnlijk dat te maken heeft met die omkoopaffaire. Maar ook dat weten we niet zeker. Maar het zijn wel punten om in de gaten te houden. En dat is toch wel een van de laatste grote problemen die SBM nog moet afhandelen. Dus iedereen kijkt ernaar, maar ik verwacht er nog geen oplossing. Ik ben bang dat we tot volgend jaar moeten wachten tot we daar een oplossing over hebben. En laten we hopen dat de financiële schade dan beperkt zal zijn. Die Panocchi is een probleem. Ze hadden twee van die problemenprojecten. En dit is er één van. Dit is eigenlijk het kleinere probleem. En wat dat betreft moeten we het gaan afwachten. Het zou erg slecht voor hun imago zijn als ze opnieuw daar een afboeking op moeten doen. Persoonlijk verwacht ik het niet. Maar die verwachtingen zijn al een paar keer pijnlijk. Hebben we daar moeten terugzien dat het niet allemaal is uitgekomen. Dus het zou heel goed zijn voor het sentiment rond het aandeel als dat nu eens een keer echt afgesloten kan worden. En daadwerkelijk is afgeleverd. Maar we zullen ook dat moeten afwachten tot de cijfers. Als we naar SBM gaan kijken, dan kijk ik vooral naar de waardering. Je ziet dat de marktomstandigheden een stuk verbeterd zijn, dat de problemen weg zijn. Als dan ook de laatste problemen als die Panocchi en de smeergeldaffaire uit de lucht zijn, dan kan het aandeel naar zijn oude normale waardering. Ja, en dat ligt toch een heel stuk hoger. Maar met woorden als omkoopaffaire zijn zeker met enorme bedragen die daarmee gemoeid gaan qua boetes, toch wel veel beleggers afwachtend gehouden. Zeker nu er een manager ontslagen is. Dus er zal nog tot zolang dat probleem niet is opgelost, zal er nog een flinke discount in de koers zitten. En als het probleem wel is opgelost, kan die discount eruit lopen en dan is er een flinke opwaartse potentie.